Vandaag beer can chickentje, maar dan anders. Op de Kamado Joe. Yeah! Ik ben Ralf de Kok, professioneel barbecuer. En elke week maak ik een fantastisch gerecht. Van super eenvoudig tot mega culinair. Ik heb zojuist mijn Kamado Joe aangestoken, ongeveer een minuutje of 10, 12 geleden. Hij fikt al goed. Hij fikt hartstikke mooi. Ik gebruik nu eiken als houtskool. En dat is net even wat lichter dan de big blocks die ik normaal gesproken gebruik. Dus dit is echt veel sneller op temperatuur. Want eiken is wel een harde houtsoort, maar niet zo hard dan bijvoorbeeld de big blocks van Kamado Joe zelf. Want dat is quebracho, een van de hardste houtsoorten ter wereld zelfs. Dus dit fikt al mooi, maar daarom niet minder heet. Het is hier echt vreselijk warm hierboven. Ik laat hem nog een paar minuutjes openstaan, dat alle kools mooi gloeien. En dan ga ik mijn temperatuur inregelen. De beer can chicken, ondertussen natuurlijk niet meer weg te denken in barbecueland. Ik kan daar wel het een en ander over vertellen, over de beer can chicken. Eind jaren 80, begin jaren 90 was ik in Amerika. Toen dan toerde ik daar. Jarenlang. En daar was de beer can chicken al bekend. Ik denk een jaar of 10 later is het pas heel erg bekend geworden. En toen heb ik het bij mijn allereerste workshop, ergens rond 2000 of zo, 1999 of zo, had ik de beer can chicken gemaakt. Nou, dat was natuurlijk, wat is dit dan? En wat grappig en wat gaaf en wat leuk. De beer can chicken. Want, nou laten we eerlijk wezen, 80-90% van de beer can chicken is het wow effect. Hè? Het show element. Dus het blijkt dat nog steeds heel veel mensen het niet kennen. Dus daarom leek het me leuk om het toch nog eventjes te laten zien. Maar dan met een twist. Kijk, normaal gesproken moet je je voorstellen, heb je een kip. En dan doe je een bierblik in de buikholte. En dat is eigenlijk meteen zijn standaard. En ik heb nu van die kleine poussins, van die kleine, dit zijn kuikentjes. Van die kleine kipkuikentjes. En als ik daar een bierblik doorheen probeer te drukken, dan dan kom je spuugtekort als het ware. Dus ik denk van, hé, van die mooie kleine vliegtuigblikjes met Sprite. Kan ik van alles over vertellen. Hè? Van, proef je dat bier of proef je het verschil tussen Grols en Heineken en dat soort dingetjes. Nou, ik heb het zo vaak gemaakt. Ik proef het totaal niet. Misschien zijn er mensen die het kunnen proeven. Ik niet in ieder geval. Maar wat me wel opvalt, de aroma's van de vloeistof die je gebruikt, die proef je wel. Zo heb ik bijvoorbeeld een van mijn gerechtjes is met, hoe heet dat spul? Radler. Dus dat is super zoet. Dat is gewoon limonade. Met limoen en citroen. En dat is ontzettend aromatisch. En dat proef je uiteindelijk echt wel in je kip terug. Nog zoiets, Red Bull, die blikjes. Weet je, dan ken je wel als iemand 20 meter verder een blikje opentrekt, dan krijg je het in één keer in je smoel. Nou, dat proef je ook heel erg duidelijk. Echt die kauwgomballensmaak van die Red Bull, die proef je echt terug. Dus volgens mij zijn het de aroma's. Maar nogmaals, waar ik mee begon, voor mij is het superleuk om te doen. Het is een show element. Mensen vinden het leuk om te zien. Dus laten we het daar maar eventjes bij houden. Het weken van houtsnippers is niet altijd nodig. Maar ik vind altijd bij een Kamado, dan heb je dus, je hebt nou enorm hoge vlammen. Op het moment dat je ze droog erin doet, dan fikken ze meteen en heb je heel weinig rookopbrengst. Dus, als je ze eventjes voorweekt en 10 minuten is genoeg, dan dat geeft je dadelijk ongeveer 20-30 seconden speling voordat ze in de fik vliegen. En die 20-30 seconden speling heb je precies nodig om je spulletjes in te zetten en die deksel te doen om je zuurstof weg te halen, waardoor ze dus gewoon kunnen roken in plaats van fikken. Dus dat is mijn theorie. En ik heb hier in dit linkermandje, voor de kijkers rechts, heb ik appelhoutsnippers gedaan. En hier heb ik mesquieten. En mesquite is een boomsoort dat groeit in het zuiden van Amerika en in Zuid-Amerika. En dat is een zoet hout, een beetje gelig hout is dat. Zoet, maar wel heel erg sterk. Nou, en ik vind hem te sterk eigenlijk voor kip. Dus ik wil een beetje mengen met mijn appelhoutsnippers. Want appel is juist een hele milde houtsoort als je dat in de fik zet. Dus ik meng een beetje. Het is een beetje, nou laten we zeggen 60% appel, 40% hickory. Dekseltje dicht. Goed knijpen. Eventjes maar hier op standje 1. En hier ook eventjes een centimeter of 2. Zodat er minder zuurstof binnenkomt en gaat die mooi doven. Of hij gaat niet doven, maar hij gaat minder hard gloeien. Want uiteindelijk wil ik een temperatuur hebben van rond de 200 graden voor mijn kippetjes.
Dus hij gaat nou als een dolle nog naar de 300. En dan gaat hij in de komende 5 minuten gaat hij terug, zakt hij mooi terug naar die 200. Ik wil eerst even een lekkere rub maken. Ik wil mijn kippetjes mooi een basissmaakje meegeven. Wat je lekker vindt hoor. Wat ik lekker vind bij een rub voor bacon chicken is sowieso paprikapoeder, uienpoeder, knoflookpoeder en komijn. Komijn vind ik fantastisch bij een bacon chicken. Dus hou je van pittig, dan doe je wat extra cayennepeper erbij. Hou je van wat zoeter, dan doe je er heel erg veel bruine suiker extra bij. Wat je lekker vindt. Hou je van hartig, dan doe je tijm, rozemarijn, fijn malen of poeder erbij. Er zijn geen wetten. Wat jij lekker vindt. We beginnen met paprika poeder. Het zijn maar 2 kleine kippetjes, dus zoveel hebben we niet nodig. Laten we zeggen een eetlepel. Daarbij knoflookpoeder, iets minder, als in nog geen halve eetlepel. Uienpoeder hetzelfde. Daarbij zwarte peper, gemalen zwarte peper, ook een halve eetlepel. Dan wat chili flakes, het grove spul. Dat vind ik lekker, want dat verspreidt zich mooi over die rub, weet je wel, dat je af en toe gewoon zo'n pitje krijgt. En dan zout. En dan natuurlijk bruine suiker, want er is geen rub te bedenken zonder suiker, toch? Dan mengen we de hele bende door elkaar. En wat ben ik nou vergeten? Het allerlekkerste vind ik in mijn rub voor kip, bacon chicken, de komijn. Maar komijn, dat is wel, dat ramt er doorheen. Dat is dominant, so to speak. Dus een theelepel is voldoende. Die komt er echt goed doorheen. Lekker man, ik ruik hem meteen. Mooi, rub is klaar. Nu, de kippetjes. Ik wil ze even lekker rubben. Met die kip, als ik kip zou gebruiken, dan zou ik onder de huid zou ik hem gaan kruiden. Sowieso, onder de huid. Maar dit zijn kleine kippetjes. Dat betekent weinig vlees, veel minder dan een gewone kip. Dus alleen op de huid is meer dan genoeg. Ja, dikke tip. Maar wel eventjes een klein beetje olijfolie eroverheen, zodat mijn kruiden mooi blijven plakken. Dan de rub. Komt-ie. Dat doen we van een hoogte. En dan zie je dat die veel beter verspreidt dan dat je dat gewoon veel lager doet. Want dan krijg je alleen maar dikke plukken met rub. Dit verdeelt zich automatisch mooi op deze manier. Goeie dingen. Zo. Mooi. Nou jongens, dan hebben we dus in plaats van het bier hebben we een blikje Sprite. En ik ga er een beetje van uitdrinken, ongeveer de helft. Ik vreet ze zelf op, hè. Nou, daar gaan ze. En als het niet past, een beetje spuug doet wonderen, dames en heren. Ja. He. Die zit lekker. Zit jij ook lekker? Nee, je zit een beetje te stoer. Kan niet, hè. Mijn barbecue is nu 250 graden. Dat is een goede temperatuur, want wat er dadelijk gebeurt, ik ga de slow roller erin plaatsen. Een slow roller, dat is een stukje accessoire van Kamado Joe, die er niet alleen voor zorgt dat we indirect aan het garen gaan, maar dat ook de warme lucht en of de rook heel goed verdeeld wordt in onze barbecue. Dus een bepaalde, een rollende ontwikkeling krijg je dan, dat je geen hot en cold spots hebt, maar dat die overal gelijkmatig gaart. En dat zorgt er ook voor dat de temperatuur ongeveer met plus minus 50 graden naar beneden gaat. Dus het is perfect. Ik begin met mijn mandje met rookhout. Mijn slow roller systeem. En dan moet ik oppassen, want dit is heel snel heel heet. Dus even oppassen, kok. Zo. Ring erop. En als laatste het hitteschildje. Rooster 1 en rooster 2.
Nou jongens, tot straks. Hoe vind je het leuk om te zitten? Vind je dit een fijne positie, jongen? Of zo, zeg maar. Ik kan nou nog kiezen. Zo. Wat je wil, hè? Normaal praat ik nooit, hoor, met dode kippen, maar... Ze lijken in één keer te gaan leven, hè, op het moment dat je ze zo op zo'n blik ziet zitten. Zo. Je kunt precies zien wie het mannetje en wie het vrouwtje is, hè? Zo. Die proces van dit formaat, die moeten om en nabij 35 minuutjes. Dan zijn ze klaar. Natuurlijk maar kleine kippetjes. En je ziet ook dat mijn temperatuur ook in één keer met 50, 60 graden gedaald is. Hij staat nu op 150, hij klimt langzaam dus naar die 200 graden toe. En dat komt dus door die slow roller. Je zult dadelijk ook rook gaan zien ontstaan van dat rookhout wat ik erin heb geplaatst. Dus allemaal goede dingen. En terwijl ik hier mijn werkblad eventjes schoonmaak, dat doe ik normaal gesproken achter de schermen. Maar ik wil toch nog iets vertellen over de Beer Can Chicken. He, al die mythes en al die verhalen. En sommige dingen zijn ook waar, hoor. Kijk, het feit dat er verf zit om zo'n blikje heen, dat is natuurlijk wel een dingetje. Nou is verf niet meer zo giftig dan dat vroeger was. Hè. Vroeger was verf echt giftig, tegenwoordig al lang niet meer. Dat op de eerste plaats. Maar het is wel zo dat als die verf heter wordt dan 400 zoveel graden, dan gaat het eigenlijk los en dan komen er hele nare giftige stoffen komen er vrij. Maar omdat er vloeistof in zit, kan het nooit heter worden dan 100 graden. Of rond de 100 graden is natuurlijk ook wat suiker in. Dus er kan helemaal niks misgaan. Op het moment dat je zo'n blikje laat fikken, dat het echt in de fik vliegt en dat boven die 400 graden uitkomt, dan begint de ellende. Dus op deze manier is er niks aan de hand. Die verf ook niet. Het is niet dat je dat aan je kip krijgt of dat je dat als je eroverheen wrijft van verf. Dus dat zijn dus al die mythes. Dat is allemaal onzin. Het feit dat het giftig is, dat het kei heet is, is wel zo. Ik heb dat namelijk eens een keer gecheckt bij Grols, hoe dat zit. Bij Grols, de bierfabriek. Daar word ik namelijk vlakbij. Nou, dan hebben we het al gehad over de smaak. Ga je dat proeven? Nou, het heeft dus te maken met aroma's. Maar wat er gebeurt bij een kip, een kippetje in dit geval, de borstfilets zijn veel eerder gaar dan de dijen. Veel eerder. Dus op het moment dat de dijen klaar zijn, want daar moeten we meten straks, hè, een kern van 75, tussen de 75 en 77 graden, dan zijn die borstfilets eigenlijk normaal gesproken al lang gaar. Om dat te voorkomen dat ze uitdrogen, komt het vocht als het ware, een beetje het stoom wat eruit komt, dat zorgt ervoor dat de borstvlees, met name aan de binnenkant, dus sappig blijven. Dus vanuit de binnenkant blijven ze sappig. Dat scheelt enorm. Een Beer Can Chicken is bijna altijd sappiger dan op een andere manier gedaan. Maar wat het ook is, de vloeistof in het blikje, dat neemt dus de energie op. Waardoor het dus veel minder snel heet wordt aan de binnenkant. Nou ja, dus dat remt de garing. En daarom ook is het uiteindelijk een hele mooie gelijkmatige garing, de Beer Can Chicken. Dus het heeft al die dingen in één. Het heeft show, het ziet er kikken uit. Het zorgt voor sappigheid en de vertraging van de garing, waardoor de borstfilets met name minder snel uitdrogen. Nou, al die dingen in één. Dus en al die verhalen eromheen, zeg het maar. Ja, 35 minuutjes verder en mijn kippetjes zijn klaar. Ik zweer het je. Mag ik even een kloosje? Mag ik even een kloosje? Is dit fijn of is dit fijn? Mogen jullie eraf? Voorzichtig, zit natuurlijk vast met de pootjes. Ja. Om het aroma van de Sprite nog een beetje te versterken. De limoen en de citroen een beetje van de schil eroverheen. Ook dit geeft dan weer een heerlijk aroma, instant aroma. Meer is het niet. En meer hebben we vandaag ook niet nodig. Ik ga er een paar lekkere frietjes bij halen. Patatten. En iets lekkers te drinken. Hou je van een biertje bij de Beer Can Chicken? Dan doe je dat. Of een Sprite. Maar ik heb een lekker wijntje van, je weet het ondertussen, de vaste kijker. Wijnhuis Bodden. De link schrijf ik even hier beneden in de omschrijving. De Nero d'Avola. Dat is een licht zoete rode wijn. Echt geweldig. Die had ik een poosje terug ook bij de Deuner. Hierboven bij de Deuner gedaan. Zongedroogde druiven. Dus extra zoet.
Dus mensen, vond je dit nou een leuk filmpje? Dan heel graag eventjes die duimpje omhoog nemen. Even die tijd als je wil. Helpt mij enorm. Ben je nog niet geabonneerd, maar vind je het leuk? Denk je van, hey, dit is leuke content. Hier heb ik wat aan. Dus informatie. Dan zou ik zeggen, druk even op die abonneertoets. En daarnaast zit een knopje, dus een belletje moet je ook indrukken. Want als je dat doet, dan krijg je dus van mij elke keer een melding als ik weer een nieuwe video heb geüpload. Ik zou zeggen, maak dit ook eens. Dus de gewone de beer can chickentje met Sprite. Lekker wijntje, bak friet erbij. Goeie dingen. Appelmoes. Zie maar. Mensen, blijf gezond. Tot de volgende keer. Sprite blik. Vandaag beer kennen te... tering.